Goeiedag volk, koopman op pad. Ja, je denkt, die koopman, die doet maar zo wat, maar dat is niet waar. Wij doen ook een beetje kunst. Dan zeg je kunst? Nee, echt kunst. En dat heeft een betekenis. Daarvoor heb ik u genodigd, Koosje, en ik heb Elise genodigd. Die stelt zich ook naar hemzelf voor, want ik kan niet alles vertellen natuurlijk. Koosje, wie ben ik, waar kom je vandaan? Ik ben Koosje Zomer. Ik kom uit Hollandse Veld van de Rijkshoogtendijk. Dat is dichterbij. Dichtbij. En Elise dan? Ik ben Elise Dont en ik woon in Hogeveen en ik ben beeldhouwer. Nou ja, je valt met de neus in de badder, want wij hebben er hier een paar staan. Ja. En wij hebben hier nog een heel belangrijk klein monument, waar een hele grote van is. Een aantal van jullie herkent het natuurlijk, maar daar komen we straks op terug. Deze dame in brons. Ja, nou, ik zal eerst even vertellen hoe het werkt. Ja. En op een gegeven moment, ik ben erg geïnspireerd door beweging. En beweging zit veel in de dans. Dus ik ga veel naar dansacademies of dansvoorstellingen. En er is een Australische dansgroep. En die... Die was op een gegeven moment in Groningen en die hadden daar een voorstelling. En toen ik daar naartoe ging, werd ik er helemaal door gepakt. Zulke prachtige bewegingen en nou ja, gewoon bijna niet mogelijk. En alsof het helemaal geen enkele moeite dat is, gekost dat heeft. Dat is het mooiste, hè? Ja. Dat is het mooiste, ja. Dat je beweging ziet en dat je bij jezelf denkt van, ja. Hoe doe je dat? Ja. En toen kwam ik met die groep in aanraking en die zeiden dat ik wel mocht, want ik vroeg of ik mocht tekenen daar. En toen mocht ik tekenen tijdens de repetities. Oké. Okay. En toen heb ik daar getekend en dan daarna, ja, dan word je geïnspireerd voor een beeld. En dan maak je eerst een aantal kleinere beeldjes, gewoon om te zien welke pakt mij nou het meest. En die ga je dan groter uitwerken. Juist. Dus deze heb ik eerst in het klein gemaakt. Ja. Daarna een tussenformaatje, dat is dit. En daarna nog levensgroot. Oh, nou, dan weten we, hè. Hier dan is al een beur, hè. Die andere die moet een kranen. Als kan niet, dan beurt ze hem niet. Maar wat is de naam van dat beeld? Want ik neem aan dat hij ook kennis maakt met die vrouw die daar... Dat is voor dit beeld heeft iemand model gestaan. Maar er was niet iemand van de... Ja, want zij komen uit Australië, dus die reizen de hele wereld rond. En ik kan moeilijk zeggen, nou kom je maar even bij dit mij. Dit is dus een anoniem persoon. Dit is een anoniem persoon, ja. Ja. Maar die heeft er wel model voor gezeten. En heeft het beeld dan wel een mooie naam gekregen? Circa, want zo heette de dansgroep. Nou... Ja. Precies. Kijk, zo kun je toch een beetje in het rond, hè? Want ik bedoel, zoiets maken, hoe lang ben je daarmee bezig, Elise? Het hele verhaal. Ja. Nou, kijk, omdat ik naar waarneming werk. Ja. En iemand niet echt gigantisch lang zo kan blijven zitten. Nee, ik zal een kramp hebben na 30 seconden. Ligt het er maar net aan hoe het loopt, of iemand vaak kan komen of iets minder vaak kan komen, of het gelijk goed lukt of het niet gelijk goed lukt. Dit is het schaalmodel, zeggen jullie liefst. Ja. In het echt natuurlijk is die echt een gigantische. Ja, is die erg zwaar. Dat is echt een gigantisch. Ja. Maar ik heb er achter ook heen gestaan. Ja. Is die ook anoniem? Dit is een beeld wat ik gewoon graag wilde maken. Ja. En dat is een man in een jas. Dus ik vond die jas fantastisch. Dit is een oude jas van een piloot. Nee, van iemand uit het leger uit de Eerste Wereldoorlog. Zo. Ja, nou dat vond ik fantastisch om te maken. Dus vandaar. Nou, dat is echt wel heel leuk. Maar je moet echt even naar de details kijken. Dat is echt een Worden de busten en de steekzakken en dat soort dingen erin? Ja, die zaten erin. Nee, ja, die moesten erin. Die moesten erin, ja. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat vind ik wel heel mooi dat hij dan zo'n overgang hebt. Want dit is een legerjas van de Eerste Wereldoorlog.
En dan gaan we naar een heel mooi monument toe. Ja. Dat monument heeft Koosje gemaakt. Ja. Koosje, je hebt op een gegeven moment op zo'n gevraagd. Ja. Van, kun je wat moois maken? Verdalfsen. Want toch is het een herdenkingsmonument. Ja. Van de mensen die afgevoerd bent naar Westerbork. Ja. In de gemeente Dalfsen. Dat klopt, hè? Nou, bij Dalfsen, vlakbij het station van Dalfsen, daar zat een werkkamp. Ja. En daar werken dan Joodse Nederlanders. En van daaruit bent op 3 oktober 2022, was het 80 jaar geleden dat ze vanuit het werkkamp op het station in Dalfsen naar het Westerbork gegaan bent. Hoeveel waren dat ongeveer? Weet ja, je dat? 100, ongeveer 190. Ja. En hoeveel bent er vertrokken gekomen? Weet je dat ook? Nou, ja, heel weinig. Genieten, zeg maar. Nou. Ik heb een verhaal gehoord. Ja, hoe zie je dit? Hoe ben je op het idee gekomen om dit kunstwerk zo te maken? Ja, dat is een heel proces. Dat is al bijna 2 jaar geleden. Ja. Dat ik de vraag kreeg of ik mij er eens in verdiepen wil. Of dat mogelijk was dat ik... dat ik een monument zal maken. En dat, nou ja, ik had van de historische kring van Dalfsen wel informatie gekregen. En dan ga je zelf verder lezen. Maar op een gegeven moment raakte ik de waardeur verlamd. Want ik had er echt in gehad verdiepen. Dan komt er zoveel leed en geschiedenis op wat. Bij het maken van dit monument, heb je dat ook echt gevoeld? Want als je de voor aan kijkt, dan zie je volwassen mensen. Als je achter kijkt, dan zie je wat meer. En ik denk dat dat ook nog meer raakt dan dat grote. Ja. Ja, eigenlijk wel. Misschien wel, ja. Want hij was hun gezegd dat ze verenigd zullen worden met hun gezin in Westerbork. Ja. En daardoor heb ik ze ook zo ontworpen, de twee volwassen mannen, dat ze niet meer de koffer zult, maar dat ze echt draagt, omdat ze toch dachten, moed handelt. Dachten dat ze, ja, dat ze goed terecht kwamen en dat ze samen kwamen bij elkaar. Dat in Westerbork. Ja. Koos je wat wetter en boter leugen, hè? Ja, enorm. Want dat zie je in dit werk. Ja. In dit werk zie je dat de waarheid heel iets anders is dan de werkelijkheid zit. Ja, echt wel. Maar ik ben er ook wel van geschrokken hoe nauwgezet de bureaucratie in Nederland te werk heeft om dit allemaal mogelijk te maken. Ja. Enorm. Ja, je kunt er niet iemand als schuldige voor aanwijzen, dat niet. Want ja, ze deden gewoon hun werk en ze wisten waarschijnlijk ook niet wat er... Het was één grote leugenbank. Ja. Oh nee, dat moet gewoon zijn, ze liegen, dit ben aan elkaar. Zo is het veel beter. Want dat doen ze. Ja. Ja. En toen ik het gevoel kreeg, want die hadden niks, hè, je moet iets bedenken. Ja. En dan, hoe kom je er dan bij dat hij dan denkt bij jezelf, nou, ik teken 2 volwassen man. Ik zie erachter een gezinnetje. Die 2 die verbind ik naar de voorgrond, zodat die wegreist in principe. Ja. En dat gezin achterlaat, of dat het gezin toegaat. Ja. Hoe zie ik dat? Hoe ben ik dat in zien? Toen die man die symboliseert dan die hele groep man die op reis ging. Ik heb eerst geprobeerd een groep te vereenvoudigen, maar dat was mijn ding niet. Daar kon ik niet genoeg gevoel in leggen. Maar ze kwamen dan nu dat werkkamp en dan gingen ze in Dalfsen op de trein. En hij dan voor het station staat, dan gaan die mannen door het station toe. Maar hij dan uit het station komt, dan ziet dat gezin en de man die gaan van het gezin af. Want in Westerbork gingen ze verder naar Sobibor en de andere vernietigingskampen. Ja. Auschwitz. Ja. Ja, daar bent plenty van, maar het stiet heel groot. Het is echt een heel mooi monument. Als je echt de tijd hebt, dan moet je het werk van Koosje.
staat in Dals, hè, Koosje? Ja. En er staat een heel mooi verhaaltje bij. Ja, klopt. En ja, iemand er echt eens naartoe gaan. De naam van het stok heet? Ja, dat is Werkamp de Vecht. Werkamp de Vecht. Ja. Ja. En daar moet ze naar kijken. En het voornaamste in dit monument vind ik voor mezelf dan wat hij niet ziet. De tussenruimte. Ik heb de groep, de man heb ik. De legerruimte. De legerruimte, ja. Ja. Dat hij het symboliseert dat hij door de geschiedenis herreist. En het is geen afgesloten hoofdstuk. Het stiet niet op zich. Het gebeurt elke keer weer in de wereld. Elke keer in een andere vorm. En de geschiedenis herhaalt zich. En dat zit hierin. Ja. Dat zit hier heel duidelijk in. Ja. Heel mooi. Eino, kijk mensen. Ja, ik ben er ook een beetje stil van. Hè. Ik bedoel, daar ga je een beetje inbeelden. Je gaat een beetje inleven naar dat beeld. Dan denk je, ja, dat was afschuwelijk die tijd. En dan kijk ik heel stiekem, kijk ik hem naar dat beeld. Dat een holding dan geeft. Waarin je zegt, dat is vrijheid. Je mag bewegen zo je wilt. Je mag doen zo je wilt. En hij dat dan echt zo doet, dan moet je hem denken aan die oude jassen. Die past die drie. Dit was Koen van der Plaats voor deze week. Ik wens jullie een mooie week. En met deze beelden zeg ik, mooie.